dames en heren van Games Presented. Dit is weer een grote herstart van FIFA 17 toernooi. Gaat nu wel helemaal fout, dat is een drop game. Gaat fout. Huh? Nou maar, we gaan gewoon verder. We gaan verder. We zijn weer terug met FIFA toernooi. En nou, in FIFA 17, we hebben eigenlijk nou besloten een nieuw concept. We gaan een Super League maken met 16. We hebben de competities erin van de Eredivisie, de La Liga Santander, dus de Spaanse League, de Bundesliga en de Premier League. En van elke competitie komen er 4 ploegen. En we gaan dan eerst, we doen eerst Nederland, dan Spanje, dan Duitsland en Engeland. En zo gaan we steeds verder tot het einde. En aan het einde dan pakken wij eerst een competitie eruit. En die competitie moeten we hebben. En dan hebben we ook een cijfertje 1, 2, 3 en 4. En als we dan 3 pakken, dan moeten we het derde club van die competitie moeten we uit de rij pakken. En ja. dat is gewoon puur zodat je niet weet welk team je hebt. En die kaartjes gaan we grabbelen uit de hoed. Hoed. De hoed. Ja. Een cowboy hoed. Ja. Kijk, en, deze. Tja! Oké. Maar nou gaan we weer 5 keer op willekeurig drukken zoals in FIFA 16 ook al was. En dan zien we welk team het is die als eerste voor een Eredivisie eruit gaat. Oké. 1, 2, 3, 4, 5. Excelsior zit in de competitie. Oh, als ik dat team heb. Nou, eigenlijk, Excelsior is niet zo heel slecht, maar... Dan gaan we nou naar Spanje. Spanje? Ja. En dan gaan we hier ook weer op 5 keer op willekeurig drukken. 1, 2, 3, 4, 5. CD Leganés. Die wil ik nog wel hebben. Non de jure, wat is dit nou weer aan? Oké, nou gaan we naar... Premier League. Ja, Premier League. De Premier League. 1, 2, 3, 4, 5. West Bromwich Albion. Maar ik zeg Premier League. Alle teams vind ik echt gewoon pro geworden. Oké, dan gaan we naar de Bundesliga. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Hertha BSC. Dat is tot nu toe wel de beste die erin zit. Dan gaan we weer in de Eredivisie. We in de Eredivisie. 1, 2, 3, 4, 5. NEC Nijmegen. Dan gaan we weer naar de Spaanse League. 1, 2, 3. UD Las Palmas. Dan gaan we naar de Engelse League. Ik moet zeggen, echt. Nederland is nu echt. Sunderland. De Nederlandse competitie is nu echt gewoon rugslecht. Dankte. Er zitten alleen maar van die cupploegen nou in. Komt er nog niet een keer bij München zo in? AZ. Dat is ja, denk okay, ik nou de beste. Dat is wel de beste. Nou, Sunderland is ook nog aardig goed. Ja. Maar West Brom is beter. We komen steeds dichter bij het einde. Oké, we hebben nu in ieder geval de helft gehad. En nu met AZ erbij zijn we over de helft. 1, 2, 3, 4, 5. Atletico Madrid! Die moet ik hebben, die en moet dan, ik dan hebben. Dan kan je de Griezmann celebration doen. Ja. De running man. Ja. Atletico Madrid zit er dus in. En dan gaan we nou naar de Engelse League voor daar de derde. De beste moesten nog komen. Dat was de verwachte Arsenal. Als wij Arsenal of Atletico Madrid kregen, nee. Nou, Duitsland. Gaan ze het afmaken, IE. 1, 2, 3, 4. Ja. SC Freiburg. Er is nog kans, hè. Er kan altijd nog. Nog één keer alle leagues. Ja. Oftewel, we gaan nog één keer Nederland, één keer Spanje, één keer Engeland en één keer Duitsland. 1. 2, 3, 4, 5. Willem 2. Dus Nederland stelt niet zoveel voor. Alleen AZ nou komt nog een beetje. Ja. Spanje. 1, 2, 3, 4, 5.
Ja. China. Dan Engeland. Engeland en Duitsland. 1, 2, 3, 4, 5. Liverpool. Hou je bek. En dan Duitsland voor de laatste. 1, 4, 5. Augsburg. Nou gaat het komen. Ik ga even als eerste in de competitie pakken. Nou, Rick. Ik heb uit de Premier League. Dat kan Arsenal worden, hè? Dat kan Arsenal worden. Ja. Nou, ik zeg alles eruit. Nee. Oh nee, ik ga eerst nog eerst. Jij moet eerst. Schud ze even een beetje. Ik zou meteen. Ik heb de Premier League. Moet ze even laten zien aan de kijkers. Dat ben ik net vergeten. En jij hebt de Premier League. Also. Shit. Also Premier League. Laat me even zien aan de kijkers. Deze hebben wij dus. Non de jus. Allebei. Premier League. Ik weet niet of het goed kan zien. Dat betekent dat Atletico Madrid al afvalt. Voor ons. Allemaal. Oké, dan nu is de nummers. Nou, Rick. Maar ze staan nu op alfabetische volgorde. Dus als ik één pak heb, ik Arsenal. Want dan kun jij geen één, dan hou ik één eruit. Hou je bek! Wat heb jij? Hij heeft één! Hou je bek. Hou je bek. Haal eruit. Hou je bek. Ik heb Arsenal. Ik heb Arsenal. Eén. Oh, dat is gewoon echt de tweede. Liverpool is de tweede. Nee, ja. Ja, Liverpool is het. Shit, maat. Je moet echt weer yes. Tegen. Hou je bek. Yes. Non de jus, dat ding. Pak. Nee, dat ding vloog open. Ik zag welke nummer dit was. Ja, 3 of 2. Het zat een zegt gehandicapt. Wat heb jij? Welk nummer? Laat het zien aan de kijkers. 100% jij best broer Elbie, hè? Is dat er 4 dan? Ja. Non de jus! Je hebt 4? Nee, je hebt... Ik nummer. Heb 4. Kou. En dan waren ze over. Scheid! 2 Liverpool en 3 Sunderland. Nou. En dus, hebben we de loting gedaan? Ik ga eventjes West Bromwich Albion ook aankruisen. En dan gaan we dan nou nog door? Nee. Ik wil je graag bedanken voor het kijken naar de grote loting van het FIFA toernooi 2016-2017 eigenlijk. Ja. Want het is FIFA 17. En dan zien we jullie bij de volgende wedstrijd. En nog even voor de duidelijkheid. Daan zit in de ploeg bij Hertha BSC, Liga NES en Excelsior. Ik vind het wel heel mooi gedaan. Want in elke pool zitten dus. Bij jou zit Excelsior in Nederland, Liga NES in Spanje, West Brom uit Engeland en Hertha BSC uit Duitsland. En bij mij AZ uit Nederland. Atletico Madrid uit Spanje, Arsenal uit Engeland en Duitsland. Kijk eens bij de andere poelen dan. En D, precies hetzelfde. Ja, en dan C. B, en C moet, B. En B moet wel dan. Oké, dus dan zien jullie bij de eerste wedstrijd. En dat zal zijn de wedstrijd. Ja, van. De wedstrijd van... Ja, dat weten we nog niet. Dat zien we nu zo. De wedstrijd van Daan met West Brom Albion tegen Excelsior. Ik sta nu nog derde, maar het komt door de alfabetische volgorde. Nee, helemaal niet. Nee. Ik lul. Oké. Maar dan zien we jullie bij de wedstrijd West Brom of Excelsior West Bromwich Albion. Tot de volgende keer. Doei.